Iedere week wordt er spreekuur gehouden door ons welzijn in Berchem, Herpen en Raapstein. Met wat voor vragen u daar nou terecht kunt, daar proberen we vandaag een antwoord op te krijgen. Ik ben Aartje van Hoorn en ik werk bij Ons Welzijn. En ik werk in het team voor Herpen, Raapstein en Berchem. Ik ben Gien Engel en ik werk ook bij Ons Welzijn als opbouwwerker in hetzelfde team. Ja. Wat doet Ons Welzijn? Wat is het voor een organisatie? Ja, Ons Welzijn is een welzijnsorganisatie. En ja, je zegt het al, welzijn is een heel groot begrip, hè? En, maar wij zijn een organisatie, wij werken in de gemeente Os. En wij dus in het team, zoals ik net zei, Herpen, Raapstein en Berchem. En je kunt bij ons terecht voor allerlei vragen. En dat, je kunt het vergelijken met voorheen het maatschappelijk werk. Hè? Dus als je vragen hebt op dat gebied. We zijn erg druk in de wijken, ja, om activiteiten op te zetten. Je kunt bij ons terecht voor vragen rondom je kinderen, stel dat je zegt van, ik heb wel eens vragen van hoe ga ik met ze om en hoe moet ik, ik heb een beetje problemen met opvoeden of vind ik soms lastig, daarvoor kun je terecht. Ja, nogmaals, het is heel breed. Dus, ja. Hoe breed moet ik het zien? Nou ja, echt alles op het gebied van welzijn, dat gaat dus echt van 0 tot 100 of eigenlijk totdat je geboren bent en overlijdt. En daar kunnen vragen zijn van verenigingen, stichtingen ook. Hoe doe ik dat met vrijwilligerswerk? Ik ben op zoek naar vrijwilligerswerk. Ik heb kort ondersteuning nodig. Help, ik vind mijn buurman niet zo aardig. Dat kan natuurlijk ook. Ja. En kun je daar ook iets aan doen dan? Ja, buurtbemiddeling. Dan hebben we buurtbemiddeling. Dan zetten we buurtbemiddeling in. Dus dan gaan die twee partijen met elkaar om de tafel. En mijn rol is heel erg om in de wijk te zijn en bij activiteiten te zijn, bij verenigingen en organisaties, waaronder de dorpsraad, om daar ondersteuning aan te geven. Maar ook de zorgcoöperaties ben ik geregeld aanwezig. Om met hun, of nou, de mensen die zij tegenkomen, ja, een steuntje in de rug te geven. We hebben collega's die zich gericht hebben op volwassenen, collega's die zich gericht hebben op jongeren. Ja. Van armoede tot GGZ-problematiek en alles wat maar met welzijn te maken heeft. Ja. Hoe weten mensen dat jullie er zijn? Worden mensen doorverwezen naar jullie? Ja. Ja, dat kan. Mensen kunnen worden doorverwezen via bijvoorbeeld een huisarts. Dan kunnen zij bij ons worden aangemeld. Maar mensen kunnen zelf ook bij ons terecht. Wij hebben één keer in de week hier het spreekuur. En dat is op de dinsdag van 10 tot 11. En mensen met allerlei vragen kunnen ze bij ons terecht. Dat wil niet zeggen dat we ze meteen in het spreekuur hun vragen kunnen beantwoorden. Maar dan kunnen we wel kijken van, god, hoe kunnen we dat verder oppakken. We hebben ook spreekuren in Herpen en in Berchem. En sowieso kunnen mensen ook naar de gemeente bellen om zich bij ons te melden met hun vraag. Tijdens het spreekuur mag je altijd gewoon binnenlopen. En waar nodig wordt natuurlijk een vervolgafspraak gemaakt. En er wordt ook gekeken van, goh, welke collega past het beste en kan het beste dit vraag oppakken. Want we hebben natuurlijk binnen het team, net wel zij dan, een heel grote expertise. Dus dan wordt ook de collega gekoppeld die, nou ja, wat van dat vraagstuk af weet. Ja, als mensen zich bij ons hebben aangemeld of ze zijn samen met iemand naar ons verwezen, dan gaan wij wel vaak naar mensen thuis of voor het gesprek. Dus voor mensen ook fijner is in hun eigen omgeving. Het is ook wel wat mensen willen. Soms vinden ze het fijner om juist op kantoor te komen en dan spreken we op kantoor af. Maar wij gaan zeker, tenminste ik ga wel altijd naar de mensen thuis. Ja. Ja. Wat is het, de vergelijking of het verschil met maatschappelijk werk? Ja, we doen nog een stukje maatschappelijk werk, maar we doen veel meer dan alleen maatschappelijk werk. Maatschappelijk werk natuurlijk gesprekken hebben, papier op orde maken, met elkaar nadenken van, goh, weer even een boost geven aan je leven, zodat je zelf weer verder kan. Maar ja, dat is ook een stukje welzijn, want dat is welzijn bevinden. Maar daarnaast doen we natuurlijk nog veel meer in de wijk. Wat ik ook heel vaak doe, is vereniging met elkaar verbinden. Als de ene een geweldig idee hebt, dan hoeft de ander het niet opnieuw te bedenken. Dan kun je ze beter met elkaar, want dan kunnen ze van elkaar leren. Dus ik leg daarin verbindingen met elkaar. Ja.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Nee, okay. Dus iedereen kan vrij binnenlopen, kan ook vrij met ons een afspraak maken. Dus geen kosten. Nee. Nee. Ik begrijp dat je ook voor bijvoorbeeld aanvragen van energietoeslag of zo... Ja, de afgelopen periode zijn in het spreekuur heel veel mensen gekomen die ondersteuning nodig hadden met de aanvraag van de energietoeslag. Dat betekent dat hun kinderen niet of het niet kunnen doen. Nou, dan gaan we met mensen samen dat oppakken, zeg maar. Maar dat is meteen een ingang om ook even na te denken van, hoe gaat het financieel? Red je het nog? Zijn er nog andere zaken waar je recht op hebt? We hebben ook contact met vluchtelingenwerk. Zij begeleiden vaak de mensen in de eerste 2 jaar als zij hier komen wonen. En daar hebben we ook contact mee van, mocht na die 2 jaar misschien nog verder begeleiding nodig zijn, dan kunnen wij ook nog meekijken. Maar mensen weten ons ook wel zelf wel te vinden. Dat gaat toch een beetje via. Mm-hmm. En dan komen ze ook wel bij ons terecht. Ja. 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 Werken jullie ook met vrijwilligers? We hebben een pool van eigen vrijwilligers. En we hebben natuurlijk de vrijwilligers die bij andere verenigingen en stichtingen zijn. En die matchen we ook aan elkaar. Bijvoorbeeld als er een vraag binnenkomt uit Ravenstein van iemand, ik zoek een maatje of ik kan mijn boodschappen niet doen. Mm-hmm. Dan kunnen we heel snel schakelen met de zorgcoöperatie, omdat we daar de lijntjes hebben liggen. Van, goh, hebben jullie wat? Moeten wij zoeken? Dus we hebben vrijwilligers in ons eigen bestand staan. En we hebben actieve burgers. Dat zijn mensen die gewoon een burgerdienst willen doen. Van, ik wil wel mijn buurvrouw helpen met het buitenzetten van de containers. Ja, dat zijn van die dingen die we eigenlijk allemaal standaard wel doen. En dan matchen we dat. Van, goh, heb je altijd aan je buurvrouw gevraagd? Dan kunnen we dat samen doen. Nou, dan is de vraag opgelost. Ja. Dus er zou ook iemand na het spreekuur kunnen komen en zeggen van, goh, ik heb wel wat tijd over. Ik zoek misschien wel iets, maar ik weet niet precies wat. Ja, dat kan. En ook aan de andere kant, hè, op het moment dat wij in gesprek gaan met mensen die zelf een probleem ervaren, dan vragen we vaak ook wel van, wat zou jij nog voor de ander kunnen doen, hè, als daar nog ruimte is. Mm-hmm. Dus, en dan is dat bijvoorbeeld een keer van, nou, ik kan best een keer een boodschap voor iemand doen. Ja. Hè? Dus we vragen het ook als mensen een beroep doen op ons, proberen we ook te kijken van, god, is er nog in jouw situatie nog ruimte om ook iets voor de ander te kunnen betekenen. Werken jullie ook samen met bijvoorbeeld een voedselbank of zijn er andere instanties waarvan je zegt van, nou, daar doen we veel mee? Ja, wij werken heel nauw samen zelfs met de voedselbank. Iedereen die het op dit moment moeilijk heeft en bij ons aanklopt, dan gaan we kijken van wat zijn de voorzieningen, hè, die er zijn. Dat kan zijn dat iemand bijvoorbeeld recht zou hebben op een voedselbank of op de kledingbank. En wij doen daar de toetsing voor. Dus de voedselbank die levert de voedselpakketten, maar hebben aan ons gevraagd, aan ons welzijn gevraagd om de toetsing te doen, om te kijken of iemand voor een voedselpakket in aanmerking kan komen. En op die manier hebben wij daar gewoon heel nauw contact mee. Ja, ja. En als ze voor de voedselbank in aanmerking komen, kunnen ze eventueel ook doorverwijzen naar de dierenvoedselbank. Die wij lijntjes hebben meelopen. Ja. Ja. Waar kijk je dan naar? Moet je dan je hele hebben en houden op tafel leggen? Ja, er wordt een toetsing gemaakt op basis van jouw inkomen en jouw vaste lasten. En de noodzakelijke vaste lasten. Dus daar wordt naar gekeken. En dan wordt er een berekening gemaakt. En daar zitten bepaalde normen aan vast. Dus misschien niet te ingewikkeld om daar heel erg diep op in te gaan. Maar op het moment wordt aan de hand van jouw inkomen en je uitgaven berekend. Of je recht hebt op een voedselpakket. En daarbij wordt jij zelf meegenomen, maar ook je huisgenoten of je partner natuurlijk. Ja. Dus daar wordt naar gekeken. En het is ook een manier om een gesprek te hebben van hoe ga je om met je financiën? Zijn er nog andere zaken? Want weinig geld levert natuurlijk ook fysieke klachten vaak op, stressklachten al op. Dus dat is ook een ingang om daar het gesprek over aan te gaan. Ja. Vandaag is de deelkast geplaatst hier in Fidareo. We hebben hem afgelopen week ook al in Berchem geplaatst. En vanaf maandag staat hij ook bij het slotje in Herpen. En hij komt ook bij alle andere wijkhuizen in Oost. Nou, dames, we staan hier voor het kastje. De deelkast, de nieuwe, hij staat er net pas. Ja. Wat is de bedoeling van het kastje? Het deelkastje is bedoeld dat mensen de spullen in kunnen zetten en uithalen. Het is een tegen voedselverspilling. Maar ook mensen die in armoede zijn, kunnen hier spullen halen. Er zit in het kastje ook menstruatiemateriaal, natuurlijk iets wat veel kosten met zich meebrengen. En mensen moeten zich vrij voelen om te kunnen delen en te kunnen gebruiken. Ja. Ja.
Mensen die iets over hebben, kunnen hier dus ook gewoon terecht, hè? Ja, zij kunnen hier ook hun spullen kwijt en neerzetten. En het hoeft dus niet altijd dat je er iets uithaalt, maar je mag ook gewoon iets inzetten voor de ander. Ja, ja, want wat mag je hier nou inzetten? Houdbare producten in ieder geval en geen alcohol, maar in ieder geval producten die houdbaar zijn. Ja. Maar stel, je hebt boeken of puzzels of noem maar op, dat is niet de bedoeling, denk ik, hè? Nee, het gaat echt om levensmiddelen. Dus echt levensmiddelen zoals soep, macaroni, rijst. Nou ja, je krijgt natuurlijk nu allemaal de kerstpakketten. Misschien zit er wel iets in wat je niet wil gebruiken aan etenswaren. Wat houdbaar is, dat kun je dan hierin in kwijt. Oké, en als de deur open is, dan kun je het halen? Als de deur open is, mag je het gewoon pakken. Ja. Het is een landelijke trend dat er steeds meer deelkastjes komen waar mensen voedsel in kunnen zetten. En in die trend zijn we ingesprongen. We dachten, wat kunnen wij doen? Laten wij dat ook doen. Omdat we denken dat het een goed middel is om zowel voedselverspilling tegen te gaan en een stukje verborgen armoede te ondersteunen, zeg maar. Ja, we hebben net deelkastjes, een kast waar mensen spullen in kunnen zetten en uit kunnen halen wat op levensmiddelen gaat. Dit kastje staat in Fidereo, die staat binnen. Net zo in de Bergplaats staat die ook binnen. Dus daar kun je bij als het open is. In ieder geval, dat zijn de momenten dat de zorgcoöperatie er is. Hij staat in de voorruimte, dus als de KBO er ook is, dan kun je ook al bij het kastje terecht. In het slotje staat hij straks buiten, dus die is 24 uur bereikbaar. En ik heb er al twee die ook buiten komen te staan in het gebied. Wanneer zitten jullie hier en hoe kunnen mensen jullie bereiken? Wij zitten hier in Fidereo op de dinsdag tussen 10 en 11. Ja, in Herpen. Sorry? In Herpen ook. Hè? In Herpen zitten we op maandag tussen 2 en 3. Ik moet even uit mijn ogen doen. En in Berchem, in het slotje. En in Berchem in de Bergplaats op de woensdag tussen 3 en 5. Nou, ik denk dat we een heel stuk wijzer zijn geworden vanmorgen. Ik hoop dat jullie ook het gevoel hebben dat je hebt kunnen vertellen... Ja. Wat denk je het wel. Jawel, zeker. Leuk. En dat er toch een heleboel mensen zijn die daar gebruik van gaan maken. Want, ja, de middelen zijn er. Zeker. Financieel hoeft het geen beperking te zijn. Dus meld je bij ons. Kleine, grote vragen. Wij denken met je mee. En we kijken waar de vraag het beste kan landen. Of pakken het zelf op. Oké. Nou, veel succes ermee dan. Dank je wel. Dank je.